Streekdier het huis Louterbloemen in Dordrecht gaat helemaal op de schop. Voor 3 miljoen euro wordt het pand volledig vernieuwd. Het gebouw zegt op verschillende momenten wel, ik ben op. He, dus vorige week heb ik hier nog een hele nacht gezeten dat er een enorme lekkage onder het gebouw was. Leidingen zijn op, sommige dingen zijn gewoon echt versleten. En het tweede was een stukje wetgeving. We moeten natuurlijk ook aan alle wetgevingen blijven voldoen. En we hebben door de jaren heen een heleboel aanpassingen gemaakt. Maar ja, een hok twee keer zo groot maken, dat lukt je gewoon niet. En isolatieruimtes overal bij plakken, lukt niet. En het derde was dat het havenbedrijf, onze erfpacht was verlopen. En die zei van, nou, we gaan het verlengen. Maar dan moet je net meedoen in de revitalisering van het industrieterrein. En dan moet er ook nieuwbouw komen. Dus ja, links of rechts, we moesten sowieso. Waar komt die nou vandaan? Die komt uit het park. Helemaal vermagerd, koud, nat. Dus die hebben we opgehaald. Aanstaande maandag wordt het terreinbouw rijp gemaakt. Dus dat betekent dat er een aparte ingang komt voor klanten. Want we gaan natuurlijk gefaseerd werken. Dus we blijven deels open, pension is eventjes dicht. En we blijven op dezelfde locatie zitten, want we moeten ook doordraaien. De hoofdingang wordt dan een bouwroute voor het grote vrachtverkeer. En de week daarna wordt de kennel gesloopt. En de week daarna wordt dit pand wordt helemaal nieuw, gaan ze hier haaien en haaien voor dat gebouw. Kattenpension gaat maar 2 weken dicht, echt tijdens de haaien en de zware werkzaamheden eventjes. Het hondenpension, dat wordt natuurlijk helemaal afgebroken, dat gaat in mei volgend jaar weer open. Als die 2 gebouwen af zijn, gaan we vanuit het hoofdgebouw verhuizen we even tijdelijk naar dit gebouw. En na de zomer van 2020 moet de verbouwing van het dierentehuis in Dordrecht klaar zijn.